Beste inwoners van Gooise Meren, omdat het een bijzonder jaar is geweest, heeft de gemeenteraad van u ook een speciale kerstgroet. Namens de VVD-fractie wensen we u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat u deze kerst met alle beperkingen mag vieren met vrienden en familie. Voor het nieuwe jaar wensen we u dat u weer mag sporten, dat u weer lekker uit kan en dat u weer mag musiceren. Maar vooral dat u elkaar weer een hand mag geven en een knuffel. 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Maar kerst is een feest van geloof, hoop en liefde. Drie belangrijke woorden waar velen houvast aan mogen hebben in deze moeilijke tijden. Het CDA wenst iedereen gezegende en fijne kerstdagen en een gezond en coronavrij 2021. Een mondkapje zegt veel over degene die hem draagt, maar nog meer over degene die hem niet dragen en ook niet gedragen hebben. Vandaar dat we nu misschien wel in een tweede lockdown zitten. En vandaag is voor de vierde keer dit jaar iemand gecremeerd die mij heel dierbaar was. En daar kon ik niet bij zijn. Alles stond in het licht van corona. Maar corona is geen licht, het is inktzwart. Ik hoop dat we in 2021 een vaccin hebben en dat we kunnen kijken naar een nieuwe toekomst voor ons allen en dat we meer kunnen nadenken over wat we doen en meer unaniem gezamenlijk kunnen optrekken naar een nieuwe tijd. Namens GroenLinks wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En met name voor degenen die zwaar getroffen zijn in 2020, hopen wij dat 2021 een beter jaar wordt. Namens Gooise Democratisch Platform wil ik al onze inwoners fijne, warme feestdagen wensen, ondanks de beperkingen waarmee we nu allemaal te maken hebben. En ik hoop dat we volgend jaar steeds weer wat meer terug kunnen naar normaal. Naar een wereld waarin we elkaar weer ontmoeten, ook in de politiek, want wij luisteren graag naar uw mening. Namens de Partij van de Arbeid wensen wij jullie, de inwoners van Gooise Meren, een hele warme, fijne kerst toe. Helaas dit jaar in wat kleinere setting, maar we hopen dat jullie samen met de dierbaren een mooie tijd hebben. Ik wens jullie ook een hele gelukkige, maar vooral hele gezonde 2021 toe, waarbij wij de hoop hebben dat met de komst van het vaccin we corona eindelijk onder controle kunnen krijgen. De impact voor onze inwoners en onze ondernemers in Gooise Meren is enorm. Denk aan gezondheid, eenzaamheid, maar ook voor heel veel mensen helaas financieel. Dus hou nog even vol, blijf gezond en blijf ook vooral op elkaar letten. 2020 was een heftig jaar voor iedereen. Maar nog even de tanden op elkaar en hopelijk is er dan weer licht aan het eind van de tunnel. Hart voor BNM wenst jullie allemaal een hele fijne kerst. Denk goed aan elkaar en om elkaar. En een heel erg gezond en gelukkig 2021. Wat is het een ongelooflijk bizar en zwaar jaar geweest. En dan moeten we de komende dagen ook nog eens in kleine kring vieren. Maar ook in kleine kring kan het gezellig en leuk zijn. En daarom wens ik iedereen in Gooise Meren namens de D66-fractie prettige kerstdagen en vooral een gezond 2021 toe. Namens de ChristenUnie wil ik u gezegende kerstdagen wensen en een voorspoedig en gelukkig 2021. Het afgelopen jaar is het welzijn van onze inwoners onder druk komen te staan. Dat spijt ons zeer en we verwachten en hopen dat voor 2021 dit allemaal beter gaat worden. En roepen nu op om ook naar de mensen in de straat bij u in de buurt om te zien. Wat heeft Roel met die kerstbal gedaan? Nee, grapje. Als gemeenteraad van Gooise Meren wensen wij u fijne kerstdagen en een heel goed en voor alles gezond 2021.